Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht op dinsdag 5 april. En het is vandaag een 51-6-dag. Dat betekent dat het best soms even lastig kan zijn binnen het gezin, met pubers bijvoorbeeld. Ook met huisdieren kan het lastig zijn. Of gewoon met je medemens, met jouw partner of huisgenoten, maar ook collega's. Soms niet altijd even eerlijk of dat mensen laten zien dat ze toch een beetje jaloers zijn. Of dat ze dat er toch best wel verschillend zijn waar je even niet uitkomt. En dat mag ook, hè? Je mag verschillen hebben, want dat betekent ook dat er een kans is dat jullie binnen een gesprek een prachtige een nieuwe ontdekking doen hoe jij in het leven staat. En hoe de ander anders mag denken en kan denken. En misschien kan die ander dat wel helemaal niet. Dat is dan ook een ervaring waarmee je dan wijsheid opdoet dat iemand niet kan veranderen of niet met je mee kan groeien. Dat kan ook heel verdrietig zijn. Maar dat is wel de tijd waarin we leven. Ilona heeft het over schaduwwerk. En dit is dat fenomeen. Dat je echt naar die stukken gaat kijken wat voor jou belangrijk is en ze ook verwerkt en doorleeft, zodat je verder kan. Maar dat kan soms ook betekenen dat je niet meer met dezelfde mensen door één deur kan als die je eerder heel geliefd waren voor jou. En je kan altijd van ze blijven houden. Alleen soms dan kan het te lastig zijn om een relatie met elkaar te hebben. En het hoeft niet een liefdesrelatie te zijn, hè? Het kan ook moeder-kind zijn, dat kan op het werk zijn. Het kan voor jou misschien heel duidelijk worden dat de positie waarin je zit op je werk, dat je denkt van ja, ik ga het niet meer doen. Ik heb mezelf beloofd alleen maar leuke dingen te doen, dus dit ga ik niet meer doen. Dat is zo'n dag. Een kopje thee drinken uit het Lumeria orakelkaartenset. Wat de situatie nodig heeft, is bezinning. Soms is alles wat je nodig bent een kopje thee. En een schepje suiker om het op te lossen. Dat is een heel ritueel. De heerlijke geur van de thee vult de ruimte. Je komt tot stilstand. Je zit bij elkaar. Je hebt nu de ruimte om te spreken. De thee is heet en geurig. En het duurt even voordat je deze kan drinken. Praat met elkaar, zodat de ruimte gevuld wordt met liefde, begrip en oplossingen. Soms brengt de thee de zoetigheid die je soms zo nodig bent in het leven. Thee drinken betekent tijd nemen en naar elkaar luisteren. En soms mag je ook even stil zijn om te genieten van dat kopje thee. Heerlijk. Ik wens jullie een mooie dag. En sta open voor iedereen. Ook de mening van de ander. Ook op mijn YouTube krijg ik ook verschillende meningen. Dat mag. En het is goed dat wij daardoor unieke personen zijn. Dus wees dat unieke persoon met je eigen opvattingen en meningen. En ik waardeer je enorm als je gewoon daar ook bij blijft. Want het mag ook anders zijn. Dag lieve mensen.